Wij zijn allemaal jongeren. Jongeren met talenten en onzekerheden. Onzekerheden die vaak veroorzaakt worden door verwachtingen van anderen en sociale druk. Zo wordt bijvoorbeeld een zo hoog mogelijk schoolniveau heilig verklaard. Vaak niet per se door de kinderen, maar nadrukkelijk ook door de ouders. Die vanuit hun eigen belang willen dat kinderen naar het hoogste niveau streven. Omdat ze denken dat dat sociale status oplevert. Tot de middelbare school zijn we allemaal min of meer gelijk, met dezelfde kansen. Dezelfde uitdagingen, uitleg en dezelfde eindtoets. Maar hebben wij dezelfde kansen om onze dromen te realiseren? Als je pas 12 jaar oud bent en nog niets van de wereld af weet, wordt besloten naar welk niveau je gaat. Een keuze die vaak de rest van je leven bepaalt. En dat vooral op basis van een toets en persoonlijke mening van enkele basisschoolleraren. Dan ben je 12 jaar en hoor je dat je eigenlijk niet zo goed kan leren, misschien een beetje moeilijk bent en dus naar het VMBO moet. VMBO, het niveau met de laagste maatschappelijke status. Maar waarom? Omdat het vroeger in de tijd van je ouders en grootouders ook al altijd zo was met de LTS en huishoudschool. Praktijkgeoriënteerd onderwijs is enorm ondergewaardeerd. Altijd al geweest. Maar moet het altijd zo blijven? En dat in een tijd waarin technisch opgeleiden harder nodig zijn dan ooit. Het stigma van VMBO leidt tot verspilling van talent en benadeelt een aanzienlijk deel van de schoolgaande kinderen. De opdeling van leerlingen in onderwijsniveaus is meer dan alleen een selectie op basis van wat kinderen kennen en kunnen. Er gaat een waardeoordeel vanuit in taal over onderwijs. Een kind dat van VMBO naar HAVO gaat, klimt op. En wie de route andersom aflegt, stroomt af. Op school zijn kinderen ook voortdurend met elkaar in competitie. Een cijfer is niet alleen een beoordeling van wat iemand weet of kan, maar ook van wie iemand is. Een puntje beter dan de rest, een onvoldoende of juist een 10. Vanaf hun 12e zijn kinderen een echte VMBO'er, een typische HVS of klassieke gymnasiast. Ook docenten versterken dit idee van hiërarchie. Zo weet mijn Nederlandse docent perfect hoe ze mijn VWO-klas stil moet krijgen. Het lijkt hier wel een HAVO-klas. En bij de HAVO wordt er dan juist gezegd, VMBO, je zit er zo. Het beeld is duidelijk, VMBO, je zit er zo. En dat wil je niet. Het papiertje dat je daar krijgt, staat bijna gelijk aan een strafblad. Het VWO, daar moet je zitten. Dat zijn de leiders van de toekomst. Dit is onacceptabel. Het onderwijs kweekt VMBO's vol zelftwijfel en arrogante gymnasiasten. Wat moeten we met onderwijs dat de ene groep een superioriteitsgevoel en de andere groep een minderwaardigheidscomplex aanpraat? Een gelijkwaardig onderwijssysteem dat VMBO's niet onderwaardeert is essentieel voor onze maatschappij. Want dit zijn juist de mensen die wij nodig hebben in de toekomst. Een goede timmerman, een kapper en een loodgieter. Want ook deze jongens zijn deel van de maatschappij. En laten we vooral niet vergeten dat je eigen passie uiteindelijk ook een grote rol speelt bij de doelen die je bereikt en hoe succesvol en gelukkig je wordt. Daarmee onderscheid je en zet je boven de middelbaat uit. Ongeacht of die passie voor hout, haren of boeken is. Laten we streven naar een gelijkwaardiger onderwijssysteem met docenten die leerlingen van elk niveau enthousiast kunnen maken. Het beste eruit halen en leren wat passie voor een toekomst betekent. Passie is niet aan te leren, maar een goed voorbeeld kan wel aanstekelijk werken.